Ik sta bij mevrouw Bijleveld, minister van Defensie. Ja. Ik zie dat ze u ook nat gespat hebben. Ja, met de burgemeester is het erger eigenlijk gesteld. Anders denken ze van... Maar anders denken ze inderdaad, wat heeft die mevrouw gedaan? Nou, mevrouw, ik doe ook even. U staat hier voor de militairen. Ik sta hier voor de militairen. Ik ga zo ook nog even kijken bij onze prikpost. En dan ga ik nog naar Heumersoord. En ik heb in de tuin van mijn ouders al koffie geschonken voor de militairen. En er zijn er heel veel langs geweest, dus dat was heel leuk. Want u heeft ook wel een band met Wiegen. Ik heb natuurlijk een band met Wiegen, zoals jullie weten, heb ik hier op school gezeten en in Nijmegen ook. Dus ik kom graag terug als het kan. Maar nu is het natuurlijk wel heel speciaal. Dus ik ben vandaag hier en ook vrijdag natuurlijk aan de finish met alle commandanten. En hoe gaat het met de militairen in het algemeen? Nou, over het algemeen lopen ze goed. Zijn ze goed op weg. En vinden ze het ook wel lekker om even in Wiegen te zijn, want de sfeer is goed, zeiden ze. Ja. En op Heumersoord is ook altijd een hele happening, hè? Ja, dat is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, daar was ik toen nog nooit geweest, tot ik minister van Defensie werd. En dat is wel heel mooi, om al die detachementen binnen te zien komen. En dan moeten ze zich afmelden in de tent. En dan moeten ze echt een soort dansje of een tijger. Ze moeten echt een act opvoeren. En nou, toen ik er was vorig jaar, en het zal vanmiddag ook zo zijn, doen ze nog weer even speciaal hun best. En lopen er veel Nederlandse militairen mee dit jaar? Ja, ik weet niet precies hoeveel, maar we hebben nu van alle commandanten, dus ook van de marechaussee die vorig jaar niet meeliepen met een detachement, hebben we een detachement meelopen. Maar vrijdag kan ik precies zeggen hoeveel er zijn uiteindelijk. Nou, ze moeten toch ook altijd wel flink sjouwen, hè? Want als je ziet wat ze aan bepakking en zo mee moeten nemen. Ja, ze moeten flink sjouwen. Ze moeten met bepakking lopen als ze 40 lopen. En ik heb net even een rugzak opgetild. En dat is best wel zwaar, hoor, moet ik zeggen. En het wordt ook best wel streng gecontroleerd, hè? Ja. Er was een oudere militair die dan nu gewoon als burger meeliep. En die vertelde aan die jonge jongens over dat hij dan met een loodkoppel op de heupen liep. Dat hij dat makkelijker vond. Maar dat hij er zelf 3 keer uitgepikt was om voor de controle. En een van die mannen waar die dat tegen zei, die zei, ja, wij hebben het met de rugzak ook al gehad. Dus... Ja, maar dan moet je ook rekening houden met hoeveel je drinkt of zo. Of hoeveel water je mee neemt. Ja, je moet dus, want als ze water als gewicht bij zich hebben, dan moeten ze dat dus van begin tot het eind steeds weer bijvullen. Anders is het niet goed. Dat is wel best wel spannend, want het wordt steekproefgewijs uitgevoerd. Ze nemen steekproeven en dus dan moeten ze het gewicht wel bij zich hebben. Ja. Nou, het is altijd een heel mooi gezicht om ze al die troepen voorbij te zien komen, toch? Het is prachtig. Ik vind het echt mooi en het is ook ontzettend mooi dat Wiegen zo mooi versierd is. En ik zei net tegen de burgemeester, ik vind dat die shirts ook, je hebt er zelf een aan, vind ik echt heel bijzonder. Heb ik voor het eerst gezien. Ik weet niet of het voor het eerst is, maar ik vind het heel mooi. Ja.